mijn boyfriend, dat is mijn make-up tag. Dit is mijn vriend Omar en hij gaat dus vandaag mijn make-up. En heb je eigenlijk al ervaring, Omar, met make-uppen? Ja, ja. Heel diep over nadenken. Nou, ik heb ook mijn visagier gehad. Ja, dat is waar. We zitten bij elkaar in de klas, we hebben allebei visagier op school gekregen. Maar ja, nou, maar zien zou ik zeggen. Oké. Ik heb gewoon van alles neergelegd, jullie zien al beeld wat dingen staan. Dus ja, waar denk je dat je moet beginnen? Ik heb ook kwasten en alles neergelegd. Dus er ligt genoeg, laat ik zo zeggen. Ja, vast wel bij de foundation, hè. Even kijken, het wel allemaal hebben. Ik heb expres van heel veel dingen dubbel neergelegd, zodat hij lekker veel keuze heeft. Ja, dat is goed gelukt, ja. Even kijken, hoor. Ja? Ja, dan heb ik hier wat kwasten liggen, mag jij raden wat kwasten je gebruikt? Toch? Jij bent hier de make-up artist. Vast wel. Ja, doe je een kleintje? Ja, die anderen zijn toch allemaal voor die poeder? Allemaal? Ja. Oh, staat het er? Staat het er? Nou, dan pak ik deze maar. Het hoesje erop. Het is de Angled Kabuki van Sigma. Ja, heel zwaar. Heel zwaar. Nee, het zijn Kabuki kwasten, dus ze zijn heel dik. Ja. Welke heb je gebruikt? De Max Factor Fizzfinity. All day flawless. Ben benieuwd? Ja, deed wel. En dat je een beetje een verloopje wil maken? Ja, een beetje. Ja. Ik denk een beetje, ja, niet te kleurrijk, maar wel een beetje wat natuurlijker. Maar wel wat donkerder. Een beetje met donkere oogschaduw en zo. Nou, oh ja, toch wel een beetje donker. Ja. Dat ligt genoeg, dus het moet wel goed komen. Daarom. Je vindt het leuk, hè? Hm? Je vindt het leuk. Zo. Ik zie het toch bij je. Ja, het is heel. Oh, ja, ja, ja. Eerste foutje. Tweede foutje. Derde foutje. Hopelijk de laatste foutje. Nou, niet zo lachen. Ja, je maakt me gewoon lachen. Dat is toch een goed teken? Ja, dat hoop ik wel in. Heb je een beetje favoriete merken, Omar? Ik? Nee. Heb ik daar alles oké? Okay? Ja, als het er maar goed uitziet, toch? Ah, dat is wel de bedoeling. Je hebt nu zoiets van, oh, ik wil echt gewoon die merken gebruiken. Nou, niet speciaal. Kan je eigenlijk een paar merken opnoemen? Nummer 3, zonder te kijken daar. Oké. Okay. Ja. Ja. Denk Max Factor. Dat weet ik. Ja, die hebben we net gebruikt. Niet zo mooi. Ik kan van je. Ik denk. Ja. 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 Nou, kom op, 3. Oh ja, 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 ik weet hem. Mac. Ja, en Essence. Zo. Gewoon 3 merken. Toppertje hoor. Genoeg denk je? Ja, ja. Ja? Ja. En wat gaan we nu doen? Nu gaan we. Ja, wat heb je handen op doen? Dat ik dadelijk overal van deze aan ga smeren. Ja. Hij krijgt 1 jokerdoekje. Huh? Nou, wat fijn. Fijn hè? Zo. Ik mag gewoon een vuistje bijwerken. Nou, ik weet niet alles van. Al die troep hier weg. Nee, hey, nee, hey, het is niet troep, hè. Mijn kijkers zijn dol op make-up. Sorry, sorry.
Ja, waar gaan we dan beginnen? Ja, klopt. Af en toe. Dat is ik zonder ogen. Wat dan? Ik ga ballen. Nee. Hoezo? Wat wil je dan nog in je ogen hebben? Nou ja, als jij het zo goed vindt, bedoel je er mee gepakt is. Nou, dat doe ik maar niet. Zeg maar wat? Ik vind dat ik deze pak. En van welke merk is die kwast? Van Real Techniques. By Samantha Chapman. Dat is een van de Pixie Sisters van YouTube. Oké. Okay. Ken je vast niet? Nee, echt niet. Zijn met twee zussen uit Engeland. Hm. En die hebben samen een lijn met kwasten gelost nu. Steeds meer. En al die gekleurde kwasten zijn bijvoorbeeld ook niet. Ik heb toch meer. Ik heb er heel veel. Veel spullen heb ik eigenlijk, hè? Ja. Om gek van te worden. Wel mooi? Jawel. Moet toch wel, toch? Ja, jij moet er naar kijken, hè? Ja, dat klopt. Ben je al zonder spiegels, dan heb ik er geen moeite mee. En als jullie vragen wie heeft haar gedaan, dat heb ik gedaan. Ja. Gisteren zat het nog mooi, want ik heb krullen in. Als je de foto's ziet, staat op Instagram. Onder in de beschrijving staat mijn Instagram account. Ze moeten jou ook volgen op Instagram. Ja, ja. Oh, March 95. Ja, dat staat ze ook wel in. Ja hoor. Moet je Facebook toon nog maar? Nee, doe maar niet. Anders word ik daar helemaal doodgestald. Oh, maar wil je ook mij gaan doen? Dus we gaan nu naar de ogen? Ja. Ja. Dat vind jij het mooist bij vrouwen voor make-up? Naturel of moet wel zichtbaar zijn? Nou, het moet wel zichtbaar zijn natuurlijk. Legt het in ieder geval ook aan waar je naartoe gaat. Nou, gewoon naar school. Ja. Moet je dan dikke rode lip op doen of gewoon naturel? Nou, zo meer naturel pakken. En nu, wat ga je met mijn ogen doen? Nou, ik wil een beetje donker maken. Waar is het van? Urban Decay. Ja. Duur gespannen. Sowieso heb je wel als prut bij mij zien staan. Ja. Oh, wat dan? Hm? Ja, heb je wel eens goedkope producties staan? Ja. Waar dan? Oh ja, HEMA ligt daar. Dat bedoel ik. Echt HEMA. Dit is een blending powder. Het is tot Action nog geen make-up heeft. Dat hebben ze wel. Hebben ze wel. Oh. Verhaal. Waar zou dat nou op moeten? Ja. Staat erop? Eyeshadow. Wat denk je voor? Nou, ik smeer het gewoon erop. Okay. Nog een paar redden. Wel mooi maken. Ja, ja. Ik vind het niet leuk als ik een huis maken. Kom, schatje, ik kan het. Sorry, dat dacht ik. We hebben dat geleerd. Op school. En wat doen we voor kleur? Ja, wat is dat voor kleur? Het is inmiddels. Het is een beetje licht champagneachtig. En dan ga ik steeds naar donkerder. Ja. Klinkt goed. Ja. Wordt het nog eens wat? Ik ben heel benieuwd. Ik heb geen spiegel hier, dus. Okay. En hoe ga je deze look noemen? Deze look moet een naam hebben. Hoe ik deze look noem? Mm-hmm. De Omar look. De Omar look? Ja. De Omar look. Dat staat erbij met mijn Porfin Desmond make-up hashtag Omar look. Ja, ik doe dat. Ik
een lekker vraag. En waar komt Omar vandaan? Hm? Ja, lekker vraag. En waar komt Omar vandaan? Ja, mogen ze zelf raden. Ja, je mogen ze raden waar Omar vandaan komt. En de winnaar die krijgt een winnaar. Een zoen van mij. Oké. Nee, grapje. Echt een zoen van Omar. Nou ja, weet ik veel. Moet je zelf weten. Ja, kijk, ik vind het kunnen raden. Ja, moet ik even nog over nadenken wat jullie... Oh, deze is ook zo. Timeline. Aha. Ik ga ook een beetje voor wing, of niet? Nou, ik ga gewoon eerst voor... Ik vind het zelf ook een beetje leuk, van die challenges en van die tags op YouTube. Ja hoor. Ja? Welke vind je leuk? Geen één. Ja, je hebt heus wel iets wat je vaak met jullie nadenkt, dat moet ik ook nog wel een keer doen. Jawel. Ik vind de smoothie challenge leuk. Smoothie challenge? Ja, dan koop je allemaal spullen die je in de supermarkt wil kopen, ga je om de beurt uit het bakje graaien. Ieder krijgt dan bepaalde ingrediënten, daar moet je een smoothie van maken. Dus ik heb chips met knoflooksaus en aardappelpuree doorheen. Oh, oké. Okay. Grappig. Ja. Ik moet het ook een keer doen. Dat is leuk. Jawel. Maar er komen vast nog wel meer challenges, hoor. Lekker. Dat wordt het geen VCG-channel meer, maar een heel andere channel. Man vs. Omar, hè? Ja, bijvoorbeeld. Dan gaan we pannenkoeken bakken ofzo. Ja, met frikandel ook. Ja, vertel van de pannenkoek. Vertel me, kijk eens maar. Hij heeft hele aparte smaak qua pannenkoeken. Waar dus eerst aan een pannenkoekrestaurant. En we hadden zeg maar op het kindermenu hadden ze dus een pannenkoek met frikandel erop. En ja, ik dacht van ja, oké, we stellen die maar gewoon eens even om te proberen. Maar er zat een hele berg kaas overheen. Nog met een, heel veel. Ja, nog met een bakje mayonaise. Maar hij vond het lekker, hij vond het lekker. En ik zat echt, ik had één hap genomen en ik dacht, kaas, dat is geen kaas, misschien zonder kaas lekker. Ja, het is een heel lange combo, dat wel een beetje een mooie eyebrows van mezelf. Nou, jawel. Denk ik. Ik ook. Ja, prachtige brows, schatje. Haar baardje, kijk haar baardje. Je hebt vanochtend getrimd, hè? Ja. Met dat opzetstukje voor alle boyfriends die mee zitten te kijken. Met opzetstuk 3. Zo. Hoeveel millimeter is dat? 10 mm. En nu de lippen. Ja, hoe gaan we die doen? Even kijken welke kleuren. Ben je ook klaar met de ogen doen? Denk het wel. Oh nee! Ja! Ja! Mascara! Oh ja, dat is deze ding. Wat is dat dan? Voor je wimpers. De eyelashes. Okay. Hoe werkt dat dan? Nou, ik denk je doet het zo onder je oog en dan knijp je het zo. Moet je hard knijpen? Nee, niet hard. Anders breekt het af, denk ik. Nou, maar probeer. En dan, zolang mijn vel niet tussen zit, het goed. In de oog. Ja, ik heb wanneer. Welke kant nou? Zo. Zo. Zachtjes, dat is heel eng. Dan mag iets harder knijpen. Ja. En dan 10 seconden vasthouden. Beautiful. Welke is het? Dior Show Ionic. Van Dior. Christian Dior. Ja, gewoon even normaal doen, ja. Die bronzer voor op de jeugdbeentjes. En wat doe je met bronzer? Contour even bijwerken. Dat ze wel wat strakker worden. Waar heb je dat geleerd? Geen idee.
Dat weet je gewoon. Ja, dat is toch logisch? Nou, het blijkt iedere man dat zei. Oh, dat is logisch. Ja, ja, hij is wel handig voor de cultuur. Wordt het aanraden van Omar. En nu? Ja, plus. En boven gekost? Een grote. Een grote. Hoe groot? Zo groot? Ja, en dan zeggen dat ik niks van mannen moet laten vallen. Zo groot? Nee. En jij moet ook zijn eigen kanaal beginnen? Nee. Beetje contouren hier en dames, kijk mooi uit, contourtjes. Nee, goed niet. Gebruik je zelf eens make-up, Omar? Hm? Gebruik je zelf ook eens make-up? Ik? Altijd, elke ochtend. En wat gebruik je dan? Wat ik gebruik? Ja. Nou, een beetje mascara, een beetje eyeliner. Een beetje gelletje hier en daar. Alleen wel in mijn haren natuurlijk. Oh, toch niet op je gezicht? Oh. Is het mooi kleur? Ja, ben ik wel benieuwd. Ik zit daar wel altijd te wachten. Is het niet heel fel? Wel een beetje donker. Ja, daar zijn we nog niet. We zijn eerst bij de highlighter. Dat heb ik die al gedaan. Niet. En? Het is voor Rihanna. Rihanna voor MAC. Weet je hoe die heet? Diamond. Kinky en MAC. Wat? Kinky Riri. Kijk. Wat? Riri Hurts MAC. Dat is Rihanna. Daar staat Kinky. Dit is een R. Ja. Jij maakt er gewoon wat anders, want het is Riri. Oh, dat is Kiki. Het is niet Kiki, het is Riri. Riri. Oh, Riri. Ah, ik dacht 2K's. Dat klopt toch niet? Ja, Kinky Hurts MAC. Ik zal zoals idee vertellen. Kinky Hurts MAC. Ja. En waar moet dat dan? Weet je dat eigenlijk? Weet je op de jeukpuntjes? De jeuk? Ja, nou, gewoon een beetje. Nee, ik bedoel, je oor zegt altijd jeukbeenderen en het is jukbeenderen. Oh ja, juk. Dat is grappig. Ja, juk. Die jukbeentjes. Die jukbeentjes. Wat doet highlighter dan, die jukbeenderen? Wat laat het meer naar boven komen? Denk ik toch. Ja, het is wel goed. Okay. Fijn man, weet je dat ook. Personal make-up artist hier. En wat is je make-up artist naam? Omartje. Omartje 95. Nee. Wel nog onderzetten, hè? Nee, Insta. Ja, ja, lustig. Goed zo. Kunnen ze de barber volgen? Dan is vader van wat is eigenlijk een barber, wat zeg je dan? Ik weet zeker dat die vraag gaat komen. Ja, precies. Een barber, wat is een barber? En je noemt die al barber, dus wat is een barber? Nou, het is in ieder geval wel van vroeger. Wat elke keer wel vroeg naar de barber ging. Om zich elke dag te laten scheren. En gewoon ja, te laten knippen. Maar vooral ook elke dag. Ja, het scheren zit er sowieso altijd mee. Ja, dus ja, tegenwoordig komt het steeds meer in. Zoals Schorem. En New York Barbers in Rotterdam. Ja. En dat wil ik dus later ook gaan doen. Ja, je toekomstplan hoor. Ja. Nou, en ik binnenkort ook nog een scheercursus, dus. Hij heeft mij niet gescheerd hoor. Nee. Nou, voor mij mag je een filmpje maken hoor. Alleen niet voor mij. Ga je maar iemand uit je klas scheren of zo? Dat kan ook. Dan filmen we dat wel. Ga je iemand uit je klas scheren? Lippies. Lippies. Lips. Dat staat hier. Ja, en hier. Dat is groot, dat is sowieso niet. Hou je niet van rood? Nee. Nooit of soms? Ja. Of moet het iemand staan? Ja, er moet wel iemand staan, ja. Mij staat het niet. Mij staat het niet. Ja, dat is een mooie kleur. Licht zat, dus jij moet kiezen. Licht? Nou is het best wel donker uit. Roze. Moet u eronder? Moet u eronder? Waar deze de is van. Vol in mijn gezicht. Deze is ook van. Oh, dan gaat het weer hoog.
kom maar hier. Even kijken. Dan word ik een beetje op te zoenen. Jawel. Van op zich nog net gedaan hoor. Ja, klaar? Ik ben klaar. This is the final look? Ja. Ja, nou, dan pak ik nu een spiegel, ga ik zelf even kijken. Echt, vind ik het wel één. Nou, valt best mee. Alleen die eyeliner. Ja, ja, oké, ja, oké. Dat is wel een minder. Nou, ik vind het best meevallen, ja. Die lippen zijn al best recht. Ja, mooie kleur. Ja, dit is jouw favoriete lipkleur bij vrouwen, een beetje Bordeaux. Aubergine is het, een beetje van alles. Zeker. Ja. Nou, ik ga van dichterbij gaan zien. Nou, dit is het geworden. Jij zit daar precies zo in het hoekje. Ja. Dus laat me weten bij de reacties wat jullie van mijn look vinden. Nou, Omar, dankjewel. Oké. En misschien zie je hem de volgende keer nog wel. Dus vond je het nou een leuk filmpje? Duimpje omhoog. En abonneer op Shark Enemy. En wie weet tot de volgende keer. Doeg! Doei!